al die mensen op de Zuidas, die snuiven zich het leplazerus, allemaal Ritalin. Dan is dit misschien een soort lichte alternatief. Ze zijn de laatste tijd vaker het nieuws, concentratiepillen. En dan geen Ritalin, maar voedingssupplementen die je gewoon legaal via internet kan bestellen, waarvan je in een soort concentratieflow zou komen. Maar werken die pillen eigenlijk wel? Beste young professionals, vandaag gaan we enkele concentratiepillen testen. Braincaps, Study Buddy, Geheugenplus en Stimu Brein. Concentreer ze. Die concentratiepillen, werkt dat nou? Nou, er wordt heel wat geclaimd op die pillen en die claims worden niet heel goed gecontroleerd. Er zijn natuurlijk ook al die mensen op de Zuidas, die snuiven zich het leplazerus, allemaal Ritalin. Dan is dit misschien een soort lichte alternatief. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat als de effecten vergelijkbaar zouden zijn, dan zou het ook echt een geneesmiddel moeten zijn. En dan zou het dus niet vrij verkrijgbaar moeten zijn. Jij had deze brain caps. Er zit wat er allemaal in zit. En acetyl, L-satorcine, ginkgo. Wat is ginkgo eigenlijk en wat doet het? Ja, het komt uit een plantje, hè, wordt het geconcentreerd, dat stofje. Nou ja, er wordt van alles aan geclaimd. Dat is niet heel erg bewezen dat het nou overal goed voor zou zijn. En we weten wel zeker dat het in geconcentreerde vorm interactie aan kan gaan met medicijnen. En dat nadeel is echt bekend. En alle voordelen, ja, dat weten we eigenlijk helemaal niet zo zeker of dat echt allemaal zo is. Ik heb er weinig van gemerkt. Nou, op een gegeven moment heb ik me wel wat beter kunnen concentreren. Maar ik merk nu wel dat ik vrij moe ben geworden. Heeft het effect? Beperkt. Ik vind het ook lastig te zeggen. Weet je, ik denk dat ik misschien nog een keer ga proberen dat ik er 2 neem. En als ik het dan ook significant 2 keer zoveel van ervaar, dan zou ik het wel overwegen, afhankelijk ook van de prijs. Ja. Mag je wel lekker mee naar huis? Oké, dat ook. Slik ze allemaal, kijken of dat effect heeft. De pillen die je hebt geslikt, dat was een placebo. Oh ja, echt? Nou, dan zat het allemaal in mijn hoofd. Ja. Als je echt goed geconcentreerd wil zijn, is het echt beter om goed te slapen. Te zorgen dat je niet te veel alcohol drinkt. Voldoende vocht hebt gedronken, zodat je gehydrateerd bent. En gezond eten. Die pillen helemaal niet nodig? Nee, dan zijn die pillen niet nodig.